Een hele goede morgen allemaal. Welkom weer bij een VIP setup sessie. Yes. Um, goed, we gaan gelijk met de deur in de huis vallen. Bitcoin. Uh, ik heb net aangegeven in uh, de Discord, niet deze, maar uh, ja, dat we misschien nog één tikje lager gaan. Dit is voor nu dan ook het main plan. Uh, hiervoor zoom ik heel even in. Um, want ik zie hier toch wel een hidden beer nog mogelijkheid op de 30 min dus ja ik zie het liefst nog wel een tikje lager alleen dan wil ik je wel gelijk benadrukken dan hebben we wel een 3 drive boel hier tussen zo en zou hier de bodemvorming kunnen zijn zoals we vaker hebben besproken waar de golden pocket is waar uh, die 65.600 65.700 is uh, dat we daarheen kunnen corrigeren um, dat is dan voor nu ook nog steeds het main plan ik zit enkel met één dingetje. En dat ene dingetje is het volgende. Ik zie op het 5 uur tijdframe geen Hidden Bull, 4 uur tijdframe geen Hidden Bull mogelijkheid. Misschien als we ietsje lager gaan wel, maar ik zie hem niet. 3 uur tijdframe geen Hidden Bull, 2 uur tijdframe geen Hidden Bull. Dus uh, en 1 uur ook niet uiteraard zelfs geen bull. Dus ik vraag me eerlijk gezegd af nu ik zo van hoog naar lager of hier de bodem zal zijn. Wat ik daarmee bedoel is, um, wij, wij staren nu vooral door de structuur en alles, staren wij natuurlijk op deze A, B, C. Dat is ook mijn main plan. Alleen, um, omdat ik eigenlijk nergens een hidden bull zie op de hoge timeframe, wil ik ook uh, het volgende met je mede mededelen. En ja, het is een VIP setup sessie. Uh, de vraag is alleen, is er een setup mogelijk? Dat kan ik je nu nog niet vertellen. Dus eigenlijk, het enige waar we naar kijken is dus, hè. Dat we hier een, een, een long order nemen, zo op deze manier uh, nou ja, richting die squeeze zone. Dat is een optie, die kan ik wel vast klaarzetten. Maar het is een optie, nogmaals: optie 1: long order En dan heb ik ook nog optie 2. Um, daar, daar zit ik dus nu mee. En als ik naar de Bitcoin liquidation niet mee ga, we zien natuurlijk heel veel liquiditeit hier aan de bovenkant, wat logisch is. Maar we zien dus ook liquiditeit en die komt van heel ver zelfs. Hij staat nu op de week namelijk. Ja, ligt in deze range. We zien dat er heel veel liquidaties nog liggen hier ook. Maar natuurlijk ook bij die 63.400, oftewel de laatste low. Als ik hem eventjes op een maand zet. Uh, zie je eigenlijk helemaal die rits liquidaties hier aan de onderkant, 1 biljoen liquidaties op de 63.400. Dus ik vraag me af, omdat we ook geen heleboel divergenties hebben, of hij niet gewoon, uh, nou ja, gewoon zo gaat afgeleiden richting die 62.000. Dan denk je, hè, maar waar komt die 62.000 vandaan? Nou ja, dat is eigenlijk deze hele rits liquidaties die we hier hebben staan. Um, en als we dan heel even naar de 3-uur timeframe gaan, ja, kan het zomaar natuurlijk ook deze zijn: die, die, die. Zo. En dan kom je in één keer in deze blauwe zone uit. Hier, al, zo, pad. En ja, dan zou dit dus die ABC zijn. Dus eigenlijk is deze zone misschien nog veel veiliger om echt wel een swing-long te plaatsen, of niet? Dus we kijken nu simpel gezegd eigenlijk naar deze twee ideeën voor nu. En ik denk dat we echt niet te snel moeten gaan inhaken op optie 1. Um, vooral omdat ik geen hidden bullet signalen zie. Dus een afgeleiding naar de 62.000 ja, is zomaar heel goed mogelijk. Goed, ik bedenk me net in één keer live te plekken van oké okay, weet je wat ik ga deze VIP setup sessie video. Ga ik heel eventjes in uh, de, de BTC analyse delen. Zodat iedereen hier even een inkijk op krijgt. Uh, en, en laten we het makkelijker maken. Maar voor nu ga ik dus niet te snel een, een long positie openen. Ook al hadden we dit gisteren wel besproken. Ik mis die Hidden bullish divergenties op het hoge timeframe. Als we nu van hoog naar lagen uiteraard. En op de 12 uur hebben we nog steeds die, die beursdivergenties hier tussen gemaakt. Zo, zonder een hidden bull mogelijkheid. Dus dat wil ik ook nogmaals benadrukken. Dus dat speelt ook nog eens mee.